De uitvoerende vicepresident van de Europese Commissie, Frans Timmermans, brengt op donderdag 15 juni een eendaags bezoek aan Suriname. Timmermans wil met regeringsvertegenwoordigers, belanghebbenden en het maatschappelijk middenveld gesprekken voeren over de voorbereidingen voor de COP28 VN-conferentie over klimaatverandering. Verder zal Timmermans praten over de laatste ontwikkelingen op het nationaal niveau op het gebied van emissiereducties, klimaatadaptatie en bescherming van biodiversiteit. Volgens een persbericht van het kantoor van de Europese Unie in Guyana zal Timmermans ook steun vanuit de EU aankondigen voor investeringen in aanpassingen aan klimaatsverandering voor de weerbaarheid van Paramaribo in samenwerking met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank voor een bedrag van 22 miljoen euro. Naast een gesprek met president Santokki gaat Timmermans ook in gesprek met ministers en internationale NGO's, zoals UNDP en WWF.